mannen die in conditie zijn, dan klappen wij van Aert van de Poel. Dan klappen wij van Quickstep Blok. Dan hebben wij Greg en nog een paar mannen, Dylan van Baarle. En dan verwacht ik terug een wedstrijd die gaat openbreken rond de Koppenberg. Wout, Mathieu, een van de Quicksteppers. Die hebben 3-4 uitgesproken mannen die dat kunnen, zeker Alaphilippe ook. Hopelijk dan Greg erbij en Dylan van Baarle. Wat gebeurt er met Sagan naar Catalonië? Hoe goed is die? Kan hij het nog zo explosief zijn in de finale? Dat zijn de vraagtekens. Lekrijn, Quaremont, kan altijd terugkomen. Zijn er nog ploegmaats in de geburen? Oliver Naas wordt geprikkeld rond door kritiek op social media. Ze maken toch een klein foutje in Aarlbeek. Ze moeten reageren, ze moeten zelf initiatief pakken als je er met twee bij zet. Ze mogen nooit afschieten, geen 100 meter geven. Maar ja, het is gemakkelijk, hè? Praten vanuit onze zetel. Dat die geprikkeld is, goed, hè? Dat die bewijst zondag dat de commentatoren, zoals Roger of Michel of noem maar op, dat die mis zijn. Hè? Je moet dat met je pedalen, met de benen moeten dat bewijzen. Dus ik denk niet dat Stuyven veel van zijn conditie geboet heeft. Integen, maar ik heb één groot vraag. Kan hij die twee keer Quaremont-Patersberg, overleeft hij die? Dat is mijn vraag. Geraakt hij over de Patersberg, dan is hij een gevaarlijke man voor de laatste 10 kilometer. Want hij durft, hij heeft al een monument naast hem staan, dat is Milan Sanremo. Durft hij dan de laatste 2 kilometer op de weg van Kerkhoven, van Kaster naar Oudenaarde, durft hij van die 2 of die 3 of die 4 wat hij moet zitten verrassen? En wie rijdt dan het gat dicht? Van Baarle, hè? Die rijdt precies op training. Als je weet, we kennen hier heel de streek van binnen en van buiten. Hoe dat die de Kluisberg, hoe dat die overal op zijn gemak, Olstraat, alles op zijn gemak op precies dat het geen pijn deed. Hij trapte in de boter. En dat deed al in Aarlbeke. Rijdt hij naar de kopgroep na Tiegenberg. Geen twijfel, ook al goed. Van Baarle is de man van de regelmaat. Komt er een uitschieter? Is hij er nog bij na de Patersberg? Dan zou ik zeggen, speel dan alles of niks. En dan gaan ze werken met Van Baarle. Want die kan heel rap rijden, dat is een tijdrijder. Kan bergop. Kan die Vlaamse koers niet gelijk geen ander? Heeft al derde of vierde in de Ronde van Vlaanderen geweest, dag vierde. Ja, dan is dat voor mij een van de outsiders samen met Asgreen. Ja. Wie wint de Ronde van Vlaanderen? Voor mij Wout van Aert.